Welkom bij dit filmpje over De Raaf en de Vos, een Griekse fabel, oorspronkelijk geschreven door Aesopos, maar later ook door de Romeinen overgenomen en door de Fransen, door Jean de La Fontaine. En je ziet hier op het plaatje ook dat het beeld van deze fabel nog steeds wordt gebruikt. En zelfs in de oorspronkelijke context, want de Grieken schreven vaak fabels om een beetje kritiek te leveren op de maatschappij. En dit plaatje is een plaatje van lang geleden, maar het gaat ook over een politieke situatie waarin, waardoor dus door dit beeld kritiek wordt geleverd. We gaan even naar de tekst en ik zal de strategie erbij zetten en tegelijk ook uitleg geven en de vertaling erbij doen zoals je hem zelf ook zou vertalen. We beginnen hier met gelijk met het onderwerp, de korax. Dat is de raaf en dat is een mannelijk woord. Dus eventuele participia, zoals hier harpasas, die erbij horen, zijn ook allemaal mannelijk. En het is een sigmatisch aoristisch participium, dus mag je vertalen met nadat. De raaf, nadat hij had gepakt of geroofd. Wat had hij gepakt? Dat was kreas, het vlees. Dus een raaf nadat hij vlees had geroofd. En hebben we hier pas aan het eind van de zin de persoonsvorm. Ging zitten in een boom. Het woordje tis mag je gewoon als onbepaald lidwoord vertalen. Nou, hier krijgen we de tegenspeler, de vos. Dit is een vrouwelijk woord. En hier zie je de. De geeft heel vaak aan dat er een onderwerpswissel is, zoals hier tussen de raaf en de vos. En bij dit vrouwelijke woord hoort dit vrouwelijke participium, ook een sigmatisch aoristus, nadat ze had gekeken, zelfs met bewondering, dat zit hier een beetje in, zoals in een theater. Dus, en de vos, nadat ze had gekeken. Wie had ze bekeken? Hem. Nadat ze met bewondering naar hem had gekeken. En hebben we hier weer een vrouwelijk participium. Maar nu presens. Terwijl ze wilde. Nou, wat wilde zij? Na willen komt heel vaak een infinitief. En die staat hier ook. Ietsje verderop. Perigenestai. Te pakken krijgen. En wat wilde zij te pakken krijgen? Dat staat door dat peri in de genitivus, het vlees. Dus die raaf heeft, de raaf heeft vlees geroofd en die vos wil dat ook wel eten. En omdat ze het vlees te pakken wilde krijgen, nog een participium, nadat ze erbij was, of nadat ze was gaan staan, in de buurt van die boom, dan hebben we hier de persoonsvorm. Ep einei van ep aineo, dus in deze eta zit het augment, het is eigenlijk een alfa. Prees zij hem, namelijk de raaf. En dat doet ze blijkbaar een poosje, want het is een imperfectum, dus dat geeft aan dat het enige tijd geduurd heeft. En hier komt dan de inhoud van het prijzen. Dat hij gewichtig en mooi. Ja, en dan mist er iets. En dan mag je het participium van Amy mag je aanvullen. Was. En dan heb je hier nog een participium dat bij de vos hoort. Zeggende ook. Want je kan hier geen voegwoord meer hebben. Dus ook zeggende dat, dus hier krijg je de inhoud van het zeggen, dat het past bij hem het meest, een bijwoordje, van de vogels, om, deze infinitieve geeft het doel aan, om koning te zijn. Dus de vos zit onder die boom. En zegt, jij bent echt geweldig, schitterend en mooi. En jij zou
een goede koning zijn. De beste van alle vogels. En dan gaat ze heel slim verder. En dan staat hier het woordje an. En jullie weten al, bij het woordje an staat er iets in de zin wat geen feit is. Maar in dit geval staat er geen optatiefus of conjunctivus bij, maar deze aoristus, egenitor. En ik klik eventjes door naar deze bladzijde. Want dit is namelijk een irrealis, die hebben we nog niet eerder gezien. Een irrealis is een uitdrukking waarvan de spreker weet dat dat niet meer gebeuren kan. Een Nederlands voorbeeldje, als ik dat geweten had, was ik niet gekomen. Maar ja, ik wist het niet, dus ik ben er. En in het Grieks staat er dan an in de hoofdzin met een gewone indicativus. Wel in de verleden tijd, want het kan niet meer voltooid worden. En in de bijzin staat dan de voorwaarde. Dus de als ik dat geweten had, met ei, en dan staat hier an. En dan staat er dus geen optatiefus of conjunctivus. En deze constructie heet irrealis. Oké, terug naar de tekst. Hier staat een 4, maar dat moet natuurlijk een 1 zijn, want dit is het onderwerp. Hij was dus bezig met zeggen, jij zou de beste koning zijn. De beste koning van alle vogels. En dat dit, namelijk dat hij koning zou zijn, helemaal gebeurd zou zijn als hij een stem had gehad. Dus jij zou koning zijn geweest als jij een stem had gehad. Nou, dan krijgen we weer een onderwerpswissel. Dat zie je hier aan het woordje de. En dus tot nu toe is de hele tijd de vos aan het woord geweest. En nu wordt dat de raaf weer. Ho. Maar dan staat hier meteen een infinitief. En dat is een beetje lastig, want zo'n infinitief staat er nooit zomaar. Dus we gaan even op zoek waarom die er staat. En dan komen we hier bij autij. Dat is gewoon een voornaamwoord, persoonlijk voornaamwoord. En hier een participium. En dat participium komt van telo of etelo en dat betekent willen. Nou, willen, daar kan heel goed een infinitivus bij horen. Dus dan beginnen we met vertalen van dat willen. En hij, terwijl hij wilde, en dan kan je mooi die infinitivus kwijt, bewijzen aan haar dat hij ook een stem heeft, dus hij denkt, ja ho ho, dat laat ik me niet zeggen, ik heb een prima stem. Participium aoristus, thematisch aoristus, nadat hij had laten vallen het vlees, en dan hebben we hier een vormpje dat nog niet bekend is, een perfectum vormpje. Maakte hij, dit is een bij, mag je als bijwoord vertalen, een groot lawaai. Of hij krijste luid. Nou, dat was precies wat de vos natuurlijk wilde, want nu heeft hij het vlees losgelaten. Dus krijgen we weer de wissel van onderwerp. En zij, participium aoristus vrouwelijk, van prostrego, nadat ze er naartoe was gerend. En weer een participium hier, nadat zij geroofd had. Ja, dus dit staat tegenover dit harpasas hier. In dit geval is het dus de vos die het rooft, nadat zij het vlees geroofd had. Zei ze, en dan spreekt ze hem aan met, o raaf. En dan zegt ze hier weer een irrealis. En dan moet je eigenlijk hier beginnen met vertalen. Als, we zitten hier in de bijzin. Als jij had gehad, kai,
Phrenas, ook verstand. Als jij ook verstand had gehad, nou dan zou jou niets hebben ontbroken om koning te zijn, infinitief, over iedereen. Dus zelfs niet alleen de vogels, maar gewoon over iedereen. Dus als jij ook verstand had gehad, zou jou niets ontbroken hebben om koning te zijn over iedereen. Maar ja, hij heeft geen verstand, dus hij wordt ook geen koning. Dus dit is weer een irrealis. En dan hebben we hier de afsluiting, de moraal van het verhaal. Die is heel kort in dit geval. Voor een domme man een geschikt verhaal. En ook hier mist weer een woord. Dus je kan ook hiervan zeggen dat het een ellips is. Ja, dus waar een woord dat je vanzelfsprekend kunt aanvullen mist. Het is een geschikt verhaal voor een domme man. Of dit verhaal is van toepassing op een domme man.